Stef Clement, de presentatie van de ploeg voor 2012. Het Olympisch jaar. En dat moet ook een beetje jouw jaar worden. Ja, het wordt een bijzonder jaar, hè, met de Spelen en met het wereldkampioenschap in eigen land. Dat zijn natuurlijk twee hoogtepunten die er eigenlijk een beetje bij komen. Dus het wordt een heel druk jaar. Een moeilijk jaar om te plannen, maar er is één grote uitdaging. De uitdaging voor jou, mede ook in de Olympische Spelen inderdaad. Je bent naar Peking geweest in 2008. Dat is niet helemaal gelopen zoals je het zelf voor ogen had destijds. Nee, ja, bij het uitspreken van die doelstelling dacht ik vooral aan inderdaad het feit dat je sporter bent. Omdat je het hoogste wil halen in sporten. Dus je bent profsporter niet vanwege het geld. Profsporter is je overkomen omdat je goed was in wat je deed. En Olympische Spelen is gewoon het hoogst haalbare voor iedere sporter. En daarom wil ik dat nog een keer bewust meemaken. Omdat in Peking, zonder publiek. En het feit dat wij ook eigenlijk maar een paar dagen voor de wedstrijd zijn ingevlogen en de dag na de wedstrijd meteen weer zijn teruggevlogen, heb ik eigenlijk niks van die Olympische beleving meegemaakt. En ik word volgend jaar 30 en het zou zomaar eens de laatste reële kans kunnen zijn om het nog een keer mee te maken. Dus het is een puur sportieve ambitie als liefhebber. En misschien is het sportieve doel als resultaat is in Valkenburg op de WK in eigen land is misschien wel belangrijker. Hoe ziet van jou die weg naar de Spelen eruit? Nou, eigenlijk is het zo dat er gewoon verwacht wordt dat ik vanaf januari beginnen we allemaal op nul, heeft de bondscoach gezegd. Dus je moet gewoon presteren. En er wordt gewoon verwacht van je dat je tijdritten, want voor mij is vooral de tijdrit natuurlijk een uitdaging, van wereldklasse rijdt. En dan pas heb je reden om aanspraak te kunnen maken op die selectie. Dus het is nog helemaal niet zeker. Alleen, er werd mij vorig jaar gevraagd, goh, wat wil je nou nog eens een keer doen? En dan zei ik van, nou, mijn droom zou nog een keer zijn om toch nog een keer naar die Spelen te gaan. Je had ook al een plan B klaar, hè? De toertocht van de KNWU. Ja, nou, ik zou dat voorbij komen inderdaad. Ja, als het dan niet mocht lukken en je wilt toch een keer wat van die Olympische Spelen proeven. Ja, god, en dat is voor iedereen weggelegd, denk ik. Is het een heel mooi initiatief dat we vanuit Nederland en met medewerking van de Rabobank een toertocht wordt georganiseerd. Richting die Spelen, om het mee te maken. En dat zeg ik mijn vrienden, kennis ook. Het is nou zo dicht bij de deur. Ga het een keer die sfeer proeven in Londen. En maak het een keer mee. En dat lijkt me fantastisch. Maar natuurlijk liever dat ik zelf als deelnemer daar ben. En daarna de Spelen dat WK in Valkenburg, in eigen land. Ook dat is fantastisch om mee te maken. Ik denk dat in Valkenburg nog een keer een parcours voorbij komt waar het echt haalbaar is om hoge ogen te scoren. En ja goed, als het dan in eigen land is, dan ben je natuurlijk helemaal tot op bod gemotiveerd. En daarbij hebben we alle kansen om het parcours voldoende te gaan verkennen van tevoren. Wordt een mooi seizoen zo. Ja, nou ja goed, het is altijd makkelijk praten in december het jaar ervoor. Maar ja, de doelen zijn er en de droom ook. En je bent sporter om je dromen te verwezenlijken.